Zo, we zijn weer gereed voor vertrek. Even kijken. Oh, daar mag je niet in. Dus rechtsomsweg. Daar gaan we. Nou, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe vlog op het kanaal van Nick Woont. Vandaag gaan we een nieuw parkje bezoeken, Duinenshaven bij Appelscha. Nee, ja, ik ben er nog nooit geweest, dus laten we even veel lol trappen hier. Het staat in een supernova, twee achtbanen en een spookhuis, dus genoeg te doen. Ik ben niet alleen, ik ben met Herman van Pretpark Nostalgie. Die staat nu achter de camera. Die is nu aan het filmen. Het is een all-inclusive park, dat betekent dat eten en drinken ook bij zit. Dus betaal je €15,50 voor een dagje plezier. Nou, gaan we snel naar binnen. Nou, we zijn binnen. Aan die kant kom je binnen, zeg maar. Daar heb je de kassa's. En hier heb je, zeg maar, een grote ruimte. Kan je eten en drinken halen. Daar heb je oranje en zo staan. Koffieapparaat. En straks kan je hier patat en een frikandelle en zo halen. Daar kunnen de kinderen ijsjes halen. En voor de mensen die ijs willen lusten. En soep van de dag. Dat volgens mij tomatensoep vandaan. En daar heb je nog een paar gokhallen en daar ga je door naar buiten. En hier heb je allemaal attracties. Oude verkeerspark van Assen staat hier ook. Dus genoeg te beleven. Een mooie grote boot. Piratenboot. Ook erg mooi om te zien. Dus gaan we snel een leuke dag beleven. De volgende attractie wordt de Supernova. Wat is dit apparaat? Op de kermis hebben ze vroeger een aantal exemplaren gehad. Die reizen nu niet meer op de kermis helaas. Maar bij Misaat heeft er nog wel eentje van. Het is de eerste keer dat ik zo'n apparaat instap. Dus ik ben benieuwd naar de ritbeleving. Ja, het was een leuke rit in Supernova. Natuurlijk, nu wordt het tijd om wat anders te doen. Dit is ook een oude kermisattractie van Boy Boers Place. Die reizen daarna met de Speedway, met de rupsbaan. Oude bosautobaan, met oude, chique bosauto. Maar nu gaan we fietsen in het spookhuis. Zo, ik ben benieuwd. Deze ziet er al heel eng uit. Ik ben benieuwd wat er binnen tegenkomen allemaal. Nou ja, man, ben je klaar voor? Ik ben klaar voor de lichte spookhuis. Durf je nog? Nou. Ik vind zij heel eng. Ik kan niet meer terug, hè? Nee, de bukkel zit al weg, hè? Nou, succes!
Ja, dat was het spookhuis van het park. Zo'n leuk spookhuis, helemaal zelf gebouwd door het park. Deze is in 2008 gekomen. Ja, er zijn een paar leuke effecten in van de oude attracties, wat die niet zijn. Zag een oude Ford van de oldtimerbaan in de zee neergezet. En een oude botsauto, die is er nog wel, maar ja, die was stuk of zo. Dus erg leuk gedaan. Van de spookhuis gaan we naar de autoscooter. De Disco Center is hij hier. Het zijn oude Betazone wagen. Het zijn wel mooie wagentjes. Nou, laten we even een ritje maken. Nee. Op hem, hè? Ja! Nee. Op 11! Hier, op hem! Daar gaan we. Nou, daar hebben we hem toch nog. Hij is van een matje afgegleden. Die zal lang wachten. We hebben net een wijze les geleerd. Ga niet met regen van de glijbaan af. Dus ik glijd extra lang door. En ik gleed zo lang door dat ik van een matje afgleed. En bijna tegen dat hekwerk aan knalde. Het heim! Ja. Je zult zo harder moeten praten. Nou, van al dat vloggen krijg je best wel trek. Dus we gaan even lekker hapje eten. Dan komen we zo bij jullie weer terug. We hebben een buffet aan twee kanten. In de linker en de rechterkant. Voor alle twee staat een rij. Dan moet je zelf kiezen wat voor kant je gaat. Maar het is gewoon hetzelfde eten als wel is. Dus we hebben een keuze uit patat, kroketten, frikandellen en hamburgers. Dan gaan we even opschotten. Patatjes. Nou, wie kent deze rupsbaan niet van de kermis? En nu gaan we zo naar appel heen. Vandaar ook de Big Apple dat hij hier heeft. Ja, het is een standaard achtbaantje die op een kermis reizen. Dus, voor de coaster bingo pakken wij even mee.
Ja, de rollercoaster is de tweede achtbaan van het park. Dit is een ex-pretpark. Kermisbaan geweest. Nu staat hij weer in een pretpark. Dus hij heeft voorheen in een pretpark gestaan in Engeland, is mij verteld. En toen heeft de bewaarder hem gekocht en met de kermissen gereisd. Nu staat hij hier in een pretpark. Nou, ik heb al mijn moed bij elkaar gespaard om mijn engste attractie van Dinosaten te gaan. Dat zijn helikopters die vliegen op 40 meter hoogte. Nou, dat is zo eng. Ze gaan super snel. Dus laten we toch maar even instappen. Ja. We hebben alleen geen piloot aan boord. Als dat maar goed gaat. De hoogte in. Dat vond ik erg piloot. Ja, we hebben wel maar uitzicht over het park heen zo. En ik heb gehoord dat als je daar op dat knopje drukt, dat er een geluidje komt. Maar ik kan daar nou niet bij. Ik heb een hele helikopter. Nou, in dit geval heb ik meer helikopters. Ja, het is een leuke kinderattractie. Meestal zie je ze in ballonnen en hier hebben ze helikopters voor gekozen. Even kijken, werkt dat zo? Nog leuke geluidjes, daar doen we het voor. Mag ik er niet meer uit? Nou, laat de kanonskogels eraf gaan bij 3, 2, 1.
1 en vuur! Oh jee, we hebben iemand gekraakt. Sorry! Jij moest het niet zijn. Nou, rechts zo die gaat! Nee? Zo ver hebben we het goed. Ja. Nee? Ben jij naar die kant? Zo, ja. Nee, we varen recht op een rotsblok af. Snel even omkeren. Ah, we gaan er gelukkig lang voorbij. Dus, we gaan nog even loodtrappen op deze schip. Dan kom ik zo bij jullie terug. Ah jij, kapitein. Oh, goed. Ja, wat is er? Kan jij dat ook? Ja. Yo, ho, 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 ga verder. En nu heb ik mezelf genoeg voor lul gezet. Ga verder zingen. Maar we hebben nog een attractie niet gedaan. Deze speelpark van Assen, Kiespark Assen. Dat is dit geweest. Dat heeft Dinosaurus hier weer opgebouwd. Dat speelpark Assen, ja, niks is gegaan. Dus gaan we even hier een rondje scooterbaan fietsen in zo'n hele mooie auto. Abonneer op dit man! De rechtse kant, even bijtanken. Ja. Zo. Ik weet alleen een liter prijs niet, maar... Zo, hij zit vol. Kunnen we weer veilig verder gaan. Even kijken, toets je pincode in, 0000. Ze gaan alleen niet in wat voor volgende. Oké, zo. Ik ben benieuwd of hij de juiste richting rijdt, want hij rijdt nu op een richtingspoort af. Je rijdt de verkeerde weg al, naar die kant. Een zandweggetje. Tuut, doorrijden! Oh, het is een stopbord. Moeten we even verkeer voor laten gaan. Een beetje doorrijden, hè? Voor ouderen, dan rijden. Ja. Oh. Nu gaan we weer op de rotonde. Zo. De kant. Oh, oei, oei. Moeten we ook nog stoppen? Ah. Dan zou ik door rood heen rijden. Nee. Een ruim 1000. Ja, precies. Hey, niet app, hè? Nee, hoor. Meneer, je mag daar niet keren. Je moet doorrijden, mag niet. Het is een vierbaanse overweg. Kijk al een soort hard kunnen rijden. Maar eens even kijken als er voetgangers aankomen. Nee, ik zie geen voetgangers. Kan harder, kan harder, kan veel harder. Nou, nog geen eens 10 km per uur. Nou zijn we weer aan het einde gekomen van deze verkeerspark.
Ja. Omdat ik het zo goed heb gedaan bij een verkeerspark, dat ga ik nou op een openbare weg rijden. Ik heb daar ook voor een rijbewijs gekregen. Nou ja, ik geloof het niet. Maar ik ben met vlag en wel geslaagd, zeiden ze. Dus heb ik eindelijk een rijbewijs. Nou, dan gaan we weer verder rijden. Dus, zie jullie zo meteen wel. Nou, dat was het dagje Duinen zaten weer. Ja. Het is een leuke park. Ik heb er plezier gehad. Ja, het is meer een park voor kinderen tot een jaar of 8 ongeveer, denk ik. Maar voor mij hadden ze ook een prima aanbod. We hebben een paar uurtjes ons vermaakt. Met Supernova en een paar keer in de achtbaan. Een keer in die vlinder, noem ik hem. Dat is die attractie die zo rond draaide en zo omhoog ging. Ja. En botsauto's zijn weer geweest. Een leuke spookhuis voor een pretpark. Echt. Ik heb het wel leuk gehad. Maar ja, Herman was ook mega vandaag. Heb jij het ook leuk gehad vandaag? Ja, ik vond het ook leuk. Voor mij was het een weerzien. Een park waar ik als kind al kwam. Toen nog op de oorspronkelijke locatie midden in Appelscha. Oké. Okay. En de kinderachtbaan hier, de Big Apple, was tevens mijn allereerste achtbaan. Oké. Okay. En dat is, heb je net gedaan? Ja. Of ging je vroeg al in de achtbaan? Ja, ja, dat was mijn allereerste. Toen was ik nog heel klein. Ja, het kan ook zijn dat je... In de jaren 70 was dat. Jaren 70. Ja, toen was ik er nog niet eens. Nee. Dat van de jaren 90. Ja, precies. En was een leuke dag samen, hè? Ja, ik heb hier een nostalgische reportage gemaakt. Daar mix ik nog wat oude beelden doorheen. Ja. Als je die wilt zien, kijk even op het kanaal Pretpark Nostalgie. Ja. Abonneer dan ook meteen even. Precies. En natuurlijk op Nickmans. Ja. En post even een leuke reactie in de comments. Even dat duimpje omhoog. En, dan zeg ik tot een volgende keer maar weer. Bye. Doei doei. Tjie.